Maar ik ben toch nog niet zwanger, joh. Je hebt er gewoon een goed gevoel over. Ja. En dan maak ik me wel verdrietig. Stoertje nemen, want ik heb veel laten liggen. Maar laten we even kijken, want het is niet normaal dat je pijn hebt gehad. Ik ben nu eventjes van streek, dus ik vind het niet zo'n goed moment. Ik vind het nu even moeilijk. Oké. Okay. Dus ik wil nu niet over mijn emoties praten. Waarom zou je niet bellen als ze het misschien weet? Eentje hier. Hij woont ooit, heeft het 100% overleefd. Maar hij gaat het wel moeten doen, want ik heb er geen meer ingevroren. Nou guys, daar zijn we weer. Het heeft lang geduurd. Ik denk dat we 3 jaar geleden zijn begonnen met de opnames van die beelden. Maar misschien is het wel goed om even over ons kinderwens te beginnen. Waar is het begonnen? In het begin hadden we niet echt een kinderwens, omdat we soort van best wel bezig waren met het opbouwen van gewoon onze leven. Ik bedoel, we woonden net in Rotterdam. We woonden, op een kamer. Ja, op een kleine kamertje. We waren aan het werken. We waren op zoek naar werk. We waren op zoek naar geld. Financieel totaal niet stabiel. Nee, totaal niet. We waren echt 2 groentjes in een grote stad. En geen idee waar we zeg maar zouden eindigen. Dus we hebben echt 0 keer aan kinderen gedacht. Nee, op dat we wouden eigenlijk absoluut geen kinderen. Als iemand bij ons over kinderen begon, dacht nee, nog lang niet. En dat willen we niet. En we waren puur gericht op zeg maar opbouwen van ons leven. Maar niet zeg maar met de gedachte van oh, we willen heel graag kinderen op dit moment of zo. Ja, we waren echt met alles bezig, behalve dat. En het duurde ook echt zeg maar een paar jaar voordat we echt een kinderwens hadden. Ja, want we zijn nu 10 jaar samen, afgelopen 3 jaar mee bezig. Laten we zeggen dat we pas na 6, 7 jaar er echt mee bezig waren of een kinderwens hadden überhaupt. Dus het is eigenlijk nog niet heel lang. Ongeveer eind 2018 ongeveer, begin 2019, dat we dachten van oké, misschien is nu wel gewoon de tijd, weet je, we hebben stabiliteit nu, het kan. Alles ging zeg maar wel lekker. Je gaat ervan uit dat zeg maar dan, als je het soort van wilt, van uit. Dan gebeurt het. Ja, als we het nu gewoon op deze manier gewoon doen, dan gebeurt het wel en voor je het weet ben je gewoon zwanger. Dus 2018 was eigenlijk het jaar waarin we het echt gingen proberen. En dat duurde daarna nog heel lang. Maar wat vind je echt leuk dan? Ja, ga ik echt oppassen, hè? Wil je tante worden? Ja. Maar ik ben toch nog niet zwanger, joh. Je hebt er gewoon een goed gevoel over. Ja. Dat het raak is. Ja. En dat dit gaat werken. Ja. Ja, ik hoop het. 2018 was dus het jaar waarin we dus natuurlijk gingen proberen. Ik heb het ongeveer 1 jaar gegeven. En daarna dacht ik van, ja, dit klopt eigenlijk niet. Dit doet gewoon veel te lang. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en zij wou me eigenlijk niet gelijk doorverwijzen. Zij zei weer van, je bent nog jong, het kan nog even iets langer duren, geef het nog even tijd. En eigenlijk heeft ze me op die manier gewoon weggestuurd. Toen ben ik eigenlijk na een paar maanden weer teruggegaan en ik dacht van, ja, het zit me toch niet lekker. Ik vind het gewoon veel te lang duren. Toen we eenmaal een kinderwens hadden, wouden we ook gewoon dat het gelijk gebeurde. Ik denk dat heel veel mensen zich hierin kunnen herkennen. En toen werd ik eindelijk doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar had ik een afspraak. Toen moest ik allemaal vragen beantwoorden. Kreeg ik eigenlijk heel kort een echo. Er werden maar 2 kleine mini-onderzoeken gedaan. Ik vond het me eigenlijk in Nederland helemaal niet zo serieus genomen. Er werd eigenlijk bijna geen onderzoek gedaan. Je had heel veel standaard routines hier. Die bij iedereen werden uitgevoerd. Maar er werd niet echt geluisterd naar mijn klachten. Dat resulteerde eigenlijk in dat ik gewoon een discussie kreeg met de gynaecoloog. Ik was gewoon niet tevreden met de zorg in Nederland. Er werden nooit extra onderzoeken gedaan. Ik werd altijd weggestuurd na 1 minuut. Er werd altijd gezegd, je bent gezond, jong, hartstikke vruchtbaar, is niks aan de hand. Maar ik vind, ja, dat is gewoon te kort door de bocht als je maar 2 onderzoeken doet bij iemand. Ik mag eindelijk mijn Clomid-kuur ophalen bij het ziekenhuis. Ik had eigenlijk al een tijdje het recept gekregen, in januari eigenlijk al. Maar door de coronamaatregelen mocht ik er niet meer starten. Ik mag hem nu eindelijk ophalen. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ik ben ook eigenlijk heel erg benieuwd of het überhaupt gaat aanslaan. Ik moet het dus zelf gewoon eigenlijk allemaal gaan doen met ovulatietesten en dat soort dingen. Ik ben echt heel erg benieuwd, maar ik ben eigenlijk ook echt heel erg gelukkig op dit moment. Ik heb in Nederland na heel veel zeuren mocht ik eindelijk aan Clomid starten. Ik heb medicatie. Echt zo happy ermee. Ik heb voor 1 maand gekregen. Ik dacht eigenlijk dat jou het voor meerdere maanden gewoon gelijk kreeg. Maar ik heb hem voor 1 maand mee. Ik ben echt benieuwd hoe ik daarop ga reageren. Ik moet eerlijk zeggen dat Clomid mij echt totaal niet is bevallen. Ik heb het denk ik nog nooit zo verschrikkelijk gevoeld. Ik was echt een emotionele wrak. Ik heb continu echt opvliegers. En dan echt best wel heel erg heftig. En het schommelt heel erg. Dan heb ik het heel warm en dan ga ik heel erg zweten. En dan heb ik het weer heel erg koud en dan gewoon de hele tijd door, waardoor je dus ook gewoon helemaal niet lekker in je vel zit.
En ik kijk op Instagram en dan echt toevallig vandaag zie je dan ook echt gewoon 3-4 mensen die dan voorbij komen die dan weer een kind verwachten. En dan vind je het zo leuk om dat te zien, maar weet je ook wel. Ik dacht dat bij jou nog niet is gebeurd of zo. Ik heb nog nooit gehad dat ik zeg maar een ander het niet gun. Maar ik gun het mezelf net zo erg. En dat maakt me heel erg verdrietig. Ik heb echt heel veel onderzoek gedaan naar de juiste arts voor mij. En ik wil eigenlijk gewoon behandeld worden door een fertiliteitsarts. Die daar echt in gespecialiseerd is. En ik kwam uit op Dr. Valkenburg in België. Ik had al heel veel goede reviews over gelezen. Ik heb haar eigenlijk gewoon gelijk opgebeld voor een afspraak. Alles werd bij ons allebei helemaal onderzocht. Eigenlijk stond er echt binnen een paar maanden. Ik denk binnen 3 maanden. Stond er al een operatie voor mij gepland. En ze zei ook eigenlijk gelijk tegen ons. Ik ga jullie zwanger krijgen. Jij gaat echt binnen nu en een jaar zwanger raken. Deze operatie, wat ze eigenlijk gaan doen, ik heb dus vochtblaasjes in mijn baarmoeder, of tenminste in mijn eierstokken. En die gaan ze eigenlijk, daar gaan ze in prikken. Zo heb ik het begrepen, misschien een beetje een heel rare uitleg. Maar wat er daarna gebeurt, is dat ze, dat het allemaal daaronder wat beter gaat werken. Dat je menstruatie ook gewoon wat beter is, want ik heb best wel een onregelmatige cyclus. En je hebt dus 50% kans dat het hierna gewoon allemaal goed loopt. Ben je zenuwachtig? Valt eigenlijk wel mee. Maar ik denk van, eigenlijk wil ik gewoon dat ik al klaar ben. Dat ik gewoon lekker naar huis kan, zodat ik het allemaal gewoon erop zit. Wat heeft de dokter eigenlijk gezegd over de operatie? Zeg maar? Is het pittig? Is het heftig? Nee, hij zei niet, tenminste zij zei niet dat het pittig was. De operatie zelf duurt ook maar 1,5 uur. Alleen het lelijke gedeelte is gewoon de narcose. Ik kan gewoon heel slecht tegen narcose. En dat is eigenlijk het enige waar ik mee druk op maak. Want voor de rest boeit me echt niet. En ik krijg een soort van paniekaanval of zo als ik uit de narcose kom. Ik ga dan gewoon echt schreeuwen. Stel je voor als het hierna lukt. Denk je daar wel zo van? Ik had net lopen googlen toevallig. Er stond dat de kans 60% is. Ja, 60% kans dat je dan binnen een jaar zwanger wordt. Ja, kijk, dat we een kind mogen krijgen of zo. Ja. Ja, dat gaat 100% gebeuren. Maar of het op een natuurlijke manier allemaal zo super gebeurt, precies, is weer een ander verhaal. Maar ik denk dat het mij vooral veel rust geeft dat het sowieso gebeurt, no matter what. Mm. En daarom ben ik niet meer tenminste, want ik was daarvoor wel altijd heel veel gestrest. Waarom dan? Maar nu ben ik wel veel relaxer. Ja, toen ik dus aan die medicatie zat, was ik echt zo opgefokt. Weet je het niet meer? Sok. Wanneer je vergeet dat de camera aanstaat. Ik zie je gewoon op je sok op de grond gooien. What the fuck? Cool, nu zijn we dus in België. Ja. We zijn ongeveer een jaartje verder. Ja. Iets meer denk ik zelfs. Hoe ervaar jij dat? Ik ervaar niet echt stress, omdat het niet op mij gebaseerd is. Dus ik denk dat jij zeg maar misschien fysiek en mentaal iets meer stress hebt dan ik. Mm-hmm. Alsof de bal bij jou ligt, alsof de druk bij jou ligt. Terwijl ik dat soort van best wel ook oneerlijk vind ofzo. Als man zijnde hoop je zeg maar dat je alles soort van 50-50 kan doen, toch? Met je vrouw. Dat je zeg maar samen de lasten kan dragen, samen de stress kan dragen, wat dan ook. Maar in sommige gevallen kan dat gewoon niet. Zeg maar, ik ben blij dat wij in een situatie zijn dat het niet in principe uitmaakt. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die heel graag kinderen willen. En die misschien financieel dat ze denken van, oh shit, zoveel geld. What the fuck? En daar heb ik dus ook aan gedacht van, ja, leuk, ik kan het op zich betalen. Maar dus eigenlijk slaat het helemaal nergens op natuurlijk. Nee, het is wel raar. Ja, hoezo eigenlijk? Waarom wordt het niet vergoed? Het is toch raar? Omdat deze methode erkent Nederland niet. En in Nederland wordt dit niet eens uitgevoerd, heb ik begrepen. Leuk. En wel, zeg maar, hier wel? Hier wel. Hier geloven de artsen er wel in. En hier voeren ze het ook uit. En ja, zoals ik zeg, 60% heeft er baat bij. Good morning! Good morning! Hebben ze zin in? Zo onwijs. Woe! Messe lemme. Dan gaan we dan, jongens. Oké, wat er eigenlijk op neerkwam in België, is dat ze mij en Nessim helemaal hebben onderzocht.
Daaruit bleek dat we eigenlijk hartstikke gezond zijn. Alleen zag ze bij mij op de echo dat ik dus vochtblaasjes had op mijn eierstokken. En dat in combinatie met mijn te hoge eicelvoorraad vond zij een reden om een operatie uit te voeren waarbij ze dus de vochtblaasjes gaan leegprikken. Gesmokkeld. Heb je niet verwacht? Ik heb het zo gemaakt. We gaan sneaky naar boven gaan. Wat een fuck. Wat een die badjas. Ja, ik zag hem hangen. Hoe was het gekozen? Amim, ik vind het niet zo leuk om jou zo te zien. Waarom dan? Hè? Waarom dan? Waarom? Ja. Zo zielig. Kom, we gaan frietjes eten. Waar blijf je, man? Zo, dat is niet zo gezond op je. Als ze komt, ga ik gewoon zeggen, ik mis mijn vrouw. Daar is me nog langs komen. Oh shit, hoe voel je? Ja, gewoon goed. Ja? Gewoon een rare luier om. Heb je een luier om? Of muziek? Weet je, die kans is dan in mijn kont. Zie je? Nee, ik zie niks. Er is wel een beetje bloed hier. Echt? Op de zijkant. Misschien moeten we hier gaan zitten. Oh my god, dat gebloed? Mm-hmm. Veel? Nee, een vlekje. Ik denk toen je ging zitten. Oh. Mimi, ik heb zo lang in de auto gezeten. Ik heb niets anders gedaan. Hoe moest ik doen? Dat was niks. Oh, je ruikt naar knoflook. Ik heb ui gegeven. Ui. Wat ui? Gewoon een bol. Sorry, hè. Hoe gaat het met jou verder? Mis jou. Wat heb je gekregen? Ik weet het, een broodje kaas. Oh, yes. Waarom? Mag wel, hoor. Oh. Goed, nu ga ik deze. En is de oerste combinatie. Mm. Is het gevaarlijk, hè? Dat is echt wel tegen jou. Niet geloof. Ik eens? Dus voor jou. Nee, eet. Nee, maar met eet. Oh, lekker boterhammetjes eten. Lekker hoor, hè? Stoeltje nemen, want ik heb veel uit te leggen. De operatie begon met het nakijken van de baarmoederhals. En ik raakte daar niet in. Mm. Omdat er een polyp zat in de weg. Okay. Zodanig dat ik daar niet door geraakte. Nu, polypen in gynaecologie nemen we meestal altijd weg, omdat dat bloeding kan geven enzovoort. En door de polyp weg te nemen, die is trouwens opgestuurd voor microscopisch onderzoek, had ik ineens wel toegang tot de baarmoederhalte. Oké. Die baarmoederhalte is goed. Dus het probleem was hier, ik heb hier toch een tekening. Kijk, dat is de plaats waar die polyp zat. Eigenlijk door de ingang. Ja. Dus ik zat hier vast, ik kon niet verder. Mm-hmm. Die polyp weggenomen en dan ging het om in de baarmoederholte te gaan. Oké. Dus die holte zelf, die is goed. Dan zijn we gaan kijken in de bekkenholte, pardon. Het was de bedoeling om een kapseldrilling te doen. Maar, ja, de laatste maand stonden 3 weken geleden gehad. En je hebt spontaan geovuleerd aan uw linkerkant. Wow, oké. Ja, want we zien de plaats in de eierstok, heel mooi, mm-hmm. waar een eitje vrijgekomen is. Oké. Dus ik heb er foto's van genomen voor dokter Valkenburg, hè, dat kan ze het u tonen. Ja. Maar daardoor zijn die bloedvaten in die linker eierstok zodanig gezwollen en dik, dat ik dat niet ging drillen. Oké. Dus ik heb enkele drilling gedaan aan de rechterkant, aan mm-hmm. de andere kant. Mm-hmm. Goed. Mm-hmm. En het laatste is de eileiders. Dus normaal spuiten we dan in de baarmoederhalte een blauwe kleurstof in. Mm-hmm. En die blauwe kleurstof moet zich dan verdelen via de eileiders zo naar de buitenkant. Mm-hmm. En moet je dus in principe bijna onmiddellijk dat blauw zien aan weerskanten in de buik. Yeah. Dat was goed aan de rechterkant, maar dat was traag, eigenlijk heel laat aan de linkerkant. Maar weg en weg. Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijne dag nog. Doei. We hadden ervoor gekozen om na 3 maanden te starten met IVF. En toen moest ik natuurlijk beginnen met injecties, hormooninjecties. Oh, ik moet wel even mijn... waar ga je prikken? Wacht, ik wil nog 1 keer kijken. Nou, dus even... Ja, gewoon voor zekerheid, toch? Maak het een beetje eng voor je. Dus gewoon prikken en drukken.
wel eraf doen? Ja, dat weet ik ook wel, maar ik doe het toch op het laatste moment. Oh nee, nee, nee. Je weet al, je hebt al een plekje. Mag ik het zelf knijpen? Ja. Dus ik ga zeg maar dit doen. Ja. Zo. En dan? Ja, maar zo. Je moet niet alsof je moord. Je mag gewoon rustig prikken. Ja, dat snap ik ook wel. Jemig. Oh nee, die niet. Oh, is het, waar is de naald? Die zit hierin, die moet ik eraf halen. Oh, die moet je nog eraf halen? Ja, die moet ik er nog afhalen. Oh, ja. Heb je schoongemaakt? Ja, ik heb schoongemaakt. Ik heb mijn handen nog niet gewassen. Het is wel echt heel veel gedoe nu voor mij. Nu krijg ik heel veel stress. Ja, ik wil mijn handen eerst wassen. Jalle, jalle. Oké, my god. Mag ik het vasthouden of niet? Jij mag voor mij vasthouden als je het fijner vindt. Ik kijk wel gewoon niet. Op die blauwe plek? Nee, het hoeft niet. Oh, oh. Oh, oh, je mag ook gewoon. Het mag gewoon. Oké. Doe alsjeblieft niet zo irritant. Wel, ik begin me echt te irriteren. Klaar? Klaar. Stopt u die vanzelf? Ja. Oh, echt? Oh, dat vond ik heel spannend. Moet je het schoonmaken? Moet ik nou weer ontsmetten? Wat moet ik met die naald doen? Die moet je weggooien. Nee, nee, doe die. Mijn naald mag ik maar één keer gebruiken. Okay. Vandaag krijg ik de laatste spuit. De laatste. Ben ik naar mijn gynaecoloog geweest. En ik mocht dus hiermee starten. Het is de laatste spuit voordat we weer naar het ziekenhuis moeten. Until the entire amount has been injected. Ja, dus helemaal erin spuiten. Want je mag gewoon niet twee keer spuiten. Even. Oh, niet wegen. Oeh. Dat was alles. Ja? Ja. High five. Oh, ja. We gaan zo lekker met z'n tweeën richting België. Daar gaan we vandaag overnachten, want ik heb dus morgen de ijselpunctie. Gisteren ben ik naar mijn gynaecoloog geweest. Die had dus op de echo gezien dat ik best wel een aantal grote follicles had. De grootste was volgens mij 17 mm. Volgens mij zat dat precies goed. Gisteren moest ik de laatste spuit spuiten. Vandaag gaan we richting België, want we gaan morgen dus voor een ijselpunctie. Beetje zenuwachtig voor, maar ik laat gewoon lekker op me afkomen en dan zie ik het wel. Goedemorgen. Lekker eten. Ik mag een licht ontbijtje. Mag jij doen? Licht ontbijtje. Ik ga even gewoon zo'n croissantje. Het ligt op een dikke chocoladebroodje. Super spannend. Wij gaan nu naar het ziekenhuis. Het is 10 uur. We moeten over een half uurtje daar zijn. Ons aanmelden. En dan begint het allemaal. Volgens mij duurt het ook echt helemaal niet lang. Want de ijselpunctie zelf duurt ongeveer een kwartiertje. Nou, daar zijn we dan hoor. We moeten ons eerst aanmelden. Ja. New Yeezys. Ja. Dit is mijn sweater. Heel mooi is dat. Kijk maar hier dan. Meneer, tot straks een klein kwartiertje. Zal ik hier gewoon blijven wachten? Ja, ik mag niet meer willen. Ah, hebben we deze nu nog? Ja. Oké. Ja, u mag niet meer. Dan wacht ik hier. Ja. Een kwartiertje en die zat er. Geen probleem. Alsjeblieft, ik ga goed voor haar zorgen hoor. Komt goed. Zo, eventjes blijven liggen nu, nog niet recht staan. En ik kom straks bij jou terug langs. Dus, alles is perfect verlopen. Alles goed gegaan? Ja, alles is heel goed gegaan. Mevrouw is nog een beetje high in the sky. Hè? Lekker. Dus u moet haar een beetje entertainen dat ze gaat slapen. Dat komt goed hoor. Want ze heeft nu veel zin om te slapen, maar dat mag liever niet. Hè? Beter, dan gaat ze rapper wakker worden. Ja. Ondertussen wordt in het labo, het follikel wordt helemaal nagekeken. En wordt er gekeken hoeveel ijceletjes er zijn. Mm-hmm. En binnen een kwartier, 20 minuutjes, komen ze jullie dat zeggen. Okay. Tot die tijd blijft u rustig liggen. Hè? Want als je nu zou opstaan, dan val je hier flauw. Dat willen we niet. Hè? Dus mooi rustig nog blijven liggen. Tot als het labo geweest is, dan zetten we je wat rechter. En dan mag je iets drinken. En moest het nodig zijn een pijnstillertje krijgen, dat is allemaal geen probleem. Hè? Okay? Dat is wel een goede spul hoor. Ja, goed spul. Als er iets is, meneer, mag je op de rode knopjes drukken. En dan komen wij jou direct helpen. Maar wij komen regelmatig kijken. Oké? Okay? Tot zabiet. Dag. Hallo. Dat is haar. Ben jij high? Heel gelijk high. Ben je gelijk high? Wel maar waar. Ik ga jou... Ik moet jou entertainen. Ja, ik ben high. Hoe high ben je dan? Echt high. Echt high? Dus gelijk een beetje slaperig. Oh, slaperig. Lekker man. Ik was man. Zo klaar. Dan ging het snel. Ik had het niet eens door en toen gaf ze opeens de laatste twee ijcellen. Toen dacht ik, ben ik al klaar. Oh, wat leuk. En dan gaan we zo met een kwartiertje horen hoeveel ijcellen ik had. Oh, lekker man. Alsof meer ijcellen heeft dat, hè? Ja.
En dan weten we dat. Je hebt als een kippertje lopen broeien en bloeien de afgelopen tijd, hè? En morgen weten we hoeveel eicellen er zijn bevrucht. Maar vandaag krijgen we de aantal eicellen. Oh, spannend hoor. Ik heb weer een vis gehad. Oh. Ik vind de haai Mirjam vind ik wel leuk eigenlijk. Ik was echt wel haai. Ben je nog steeds een beetje haai? Ik ging zo. Ik dacht, oh nee, ik wil niet slapen, ik wil zien. Ja. Yeah. En wat heb je gezien? Hij ging zo snel. Echt? Ik zag eitjes op de schep. Echt? Groot? Dat kon ik allemaal niet zo goed zien. Oh, spannend. Oh, je bent zo haai. Ik heb wel 2 of 3 op het laatste moment nog gezien. Habibi. Leuk hoor, meer. Dat vind ik heel spannend. Het is ook heel spannend, hè? Hij ging zo snel. Doe maar dansen voor mij. Friet met stoofvlees, friet met stoofvlees. Friet met stoofvlees. En een beetje mayo. En een beetje mayo. En een cola zero. Cola zero. Is dit ons nieuwe liedje? Ja, ja, ja. Friet met stoofvlees. Ik heb pijnstillers nodig. Ja, ja, ja. Je ligt er echt lekker bij, man. I love it. This is the lifestyle. Dat is een goed spul, hoor. We gaan weer warm en slapen. Even vragen wie hun dealer is. Echt, Je bent wakker? Ja. Ja, oké. Meneer ook? Hi, ja. Goed. Ik ga met jullie even de resultaten overlopen. Ja. Dus we hebben 8 eicellen gevonden. Okay. Dus dat is goed. Hè? Ja. Het staaltje was ook in orde, dat was ook geen probleem, dus dat is ook goed. Dus we gaan de helft van de eicellen met de IVF-methode doen en de helft van de eicellen met de ICSI-methode. Ja? Okay. Bij IVF gaan we gewoon de zaadcellen er rond zetten ja. En dan moeten die zelf binnendringen. Bij een ICSI nemen wij 1 zaadcel en injecteren die in de eicel. Mm-hmm. Ja. Ja? Morgen bekijk ik de bevruchting en dan bel ik jullie op met hoeveel het bevrucht zijn. Ja. Ja? Dan laat ik jullie ook weten wanneer dat we de transfer gaan doen. Ofwel gaan we die maandag doen, ofwel gaan we die woensdag doen. Mm-hmm. Maar afhankelijk van hoeveel er bevrucht zijn, kan ik een beetje inschatten of dat we het maandag of woensdag de transfer gaan uitvoeren. Goed? Perfect. Oké. Okay. Super. Goed. Dankjewel. Voilà. Een fijne terugrit. Dankjewel. Dan hoor ik jullie maandag en ik zie jullie dan maandag vervolgens. Ja. Super. Oké. Okay. Ik hoor jullie morgen. Dag. 8 eitjes. Broedkip, onze broedkip. Ik heb een sok aan. Doe mijn voet op mijn knie. Ik heb die compressor gewoon meegenomen. Oh, ja. Je hebt toch wel nog andere Yeezys ook? Nee, ik heb er maar 1. Echt? Oh nee, ik heb die andere. Het ligt op een doos volgens mij. Wat dan? Waarom doet hij het aan? Ik vind deze leuk. Het is wel gevoelig daaronder. En ik voel soms van die steekjes, zeg maar. Ik heb wel even pijnstilling genomen en ik heb een compressor op mijn buik. En ik denk, weet je, het is nu een 2 uur rit naar huis. Ik denk dat ik dat wel een beetje ga voelen. Nu de bedoeling dat ik vanavond begin met een soort vaginaal tablet volgens mij. En dat is volgens mij voor je baarmoederslijmvlies. Ik ga het even straks even goed lezen. Maar moet ik vandaag mee starten en vanaf morgen moet ik het 3 keer per dag doen. Ik ben net gebeld door het ziekenhuis. Zoals jullie hadden gezien hadden wij dus 8 eicellen. Daarvan bleken er 2 onrijp te zijn, dus die konden ze niet gebruiken. Dus we hielden dus 6 over, waarvan dus 3 zijn gebruikt voor ICSI. En daar zijn dus van de 3 bevrucht. 3 gewoon met IVF, daarvan zijn er 2 bevrucht. Dus we hebben in totaal nu 5 van de 6 eicellen over. We hebben woensdag dus een afspraak. Dat betekent dat we dus op de 5e dag een terugplaatsing hebben. Waar ik heel blij mee ben, want ik heb lopen googlen en toen had ik gevonden dat het veel beter is. Tenminste, de kans op een zwangerschap veel hoger is als je op dag 5 dus een terugplaatsing hebt. Dus ik ben heel benieuwd. Ik kijk er echt naar uit. En om heel eerlijk te zijn, tot nu toe ervaar ik het hele IVF-traject als heel fijn, heel leerzaam vooral. Ik vind het echt heel interessant ook allemaal. Ja, je hoopt natuurlijk op een goede afloop ook, maar ik weet niet. Ik vind het echt gewoon, ik heb het niet als iets slechts of als iets heel erg emotioneels ervaren. Dat is denk ik vooral door mijn ervaring met Clomid. Ik heb daar zo heftig op gereageerd. Ik was zo emotioneel. Ik was echt een emotionele wrak. Ik voelde me zo slecht. En ik heb dat eigenlijk allemaal nu niet. Zelfs met die spuitjes niet. Kijk, ja, ik heb een opgezwollen buik. Ik voel me nu niet heel comfortabel. Maar dat boeit niet, zolang ik me een beetje oké voel. Natuurlijk weet ik nog niet het resultaat of wat dan ook. Maar tot nu toe vind ik het eigenlijk best wel
vlot en fijn gaan. En ja, ik neem jullie woensdag weer mee met onze afspraak. De komende, ja, deze dag en morgen worden heel spannende dagen voor ons. Vandaag gaan we namelijk weer vertrekken naar Leuven. België om daar te overnachten, want morgen is de embryo terugplaatsing. Heel spannend. Het is eigenlijk een beetje de laatste stap van het traject. En daarna is het afwachten. Heel spannend. We kijken er eigenlijk echt al 4 dagen heel erg naar uit. Een hele goede morgen vanuit Leuven. Kijk, mijn slaapkamers zijn echt heel vroeg opgestaan. Want onze afspraak is vandaag echt veel vroeger. Een uurtje vroeger dan de vorige keer. Je hebt niet goed geslapen vanochtend? Nee, ik heb echt totaal niet goed geslapen. Ik slaap sowieso niet echt altijd. Is het zenuwachtig? Nee, valt echt mee. Ik dacht daar niet eens aan. Maar ik dacht, ik kwam gewoon niet in slaap. Je zag je opeens binnen omdat was je zo best wel heel wakker. Nee. Toen de wekker ging, was ik ook echt heel blij. Want ik dacht, oh, dus we gaan eindelijk opstaan. Wij gaan lekker ontbijten. Ik mag vandaag gewoon lekker ontbijten. Ik moet heel veel water drinken. Dus ik heb alvast hier 2 van deze flessen. Want je moet met een halfvolle blaas of een volle blaas naartoe. Oh. Ik denk dat ik voor de halfvolle ga. Want ik ga echt niet met een volle blaas doorheen. Ik heb deze foto gemaakt. A happy faces als herinnering. Vind je het spannend? Een paar minuten before the transfer. Ja, lekker broeien en bloeien daar binnen, denk ik. Jezus Christus. Sorry. Echt leuk. Heel enthousiast. Dus we hadden 8 eicellen gevonden. Ja. We hadden onderverdeling 2 groepen. Hè? Dus de ICSI-groep en de IVF-groep. Ja. Hè? In de ICSI-groep was 1 onrijpe eicel. Dus hadden we 3 eicellen om te injecteren. En zijn alle 3 bevrucht. Mm-hmm. Bij de IVF-groep hadden we ook 1 onrijpe eicel. En zijn er 2 van de 3 bevrucht. Als we vandaag kijken, zien we dat daar 3 hele mooie blastocysten uitgevormd zijn. Eentje een top blastocyst, dat is deze. Die gaan we terugplaatsen. Dus dit is echt een heel mooi embryootje. Okay. Ja. Nou jongens, succes. Ja, maar je mag niet zoals de penelen altijd bovenaan houden en naar boven. En dit is voor de verpleegster, die gaan we zelfs terug. Ja. En dan mag je daar plaatsnemen. Ik sta momenteel buiten, want ik mag er nog niet bij zijn. Ik hoop dat alles goed gaat en fingers crossed. Mirdy is er helemaal klaar voor. Ik heb wel een beetje pijn. Was die? Ik heb dit foto voor jou maken. Hoe ging het? Ja, ging goed. Het was een beetje pijnlijk. Kijk, daar heb je al het puntje. Hadoe? Hadoe. Oh, zo leuk. Kijk. Oh my god. Dus het zaadje is geplant. Dus even maar. Oh. Het zaadje is geplant. Kijk, daar heb je het witte puntje. Zo grappig, hè? Ja, dit is zo spannend. Ja. Dit is wel pijn. Voel je deze meer? Ja, heel irritant gevoel. Echt? Echt zo eeuwig. Hoe lang duurde het proces? Ik denk wel even 2-3 minuutjes. Oké. Okay. Het was heel grappig, want dan ja, doe je zo'n ene bek in je uit. En dan met zo'n katheter, zo'n heel dunne buisje. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Dan wachten ze dus op de labo. Ja. En die geeft dan via zo'n ding iets. Hoe zeg je dat? Via zo'n raampje. Ja. Yeah. Geef ze dus wat af. Nou, dan geeft ze dus zo'n staaltje met de embryo erin zo. Zag je de embryo ook? Je ziet niks natuurlijk. Nee, je ziet het niet met de blote ogen. Zie je yeah, dat? Ja, ja. Maar dan doen ze het zo erin, terwijl ik daar lig. Zo grappig. Maar dat is echt spannend, man. En dan pakt hij echt zo heel officieel. Het is eigenlijk zo geinig om mee te maken. Eigenlijk moest je erbij zijn, dat is veel leuker. Eigenlijk wel, hè? Ja, echt jammer. Nou ja. Weggevist dit, hè? En nu even afwachten. Na de eerste terugplaatsing merkte ik al misschien dat er iets niet goed zat. Want ik had dus daarna best wel veel pijn. En het zou eigenlijk pijnloos moeten zijn. Ik lag zeker wel 3 dagen in bed. Dus ik dacht al dat er iets mis was gegaan. Dat was eigenlijk al een teken achteraf dat het eigenlijk al was mislukt. De terugplaatsing ging vlot. Ja, ja, alleen ik weet niet. Ik had wel natuurlijk wel lasten van 2-3 dagen lang. Ja, ja, dan gaan we kijken. Je hebt last van de terugplaatsing. Ja, ik dacht dat het gewoon normaal was, want ik had een beetje gevoel. Nee, daar mag je geen last van hebben. Oh, nee. Ik had wel echt buikpijn en zo. Dat is
pijn na transfer. 3 dagen, dan gaan we toch kijken. Ja, echt als in krampen, zeg maar. Krampen, ja, ja. Want je had zwanger moeten zijn. Dus dan gaan we eerst kijken. Ja. Maar laten we even kijken, want het is niet normaal dat je pijn hebt gehad. Dat vond rust bij. Oh, oké. Okay. Vandaag ga ik eerst een scoopje doen. Moet hierin. Moet het allemaal aan. Ik heb dus die hysteroscopie net gehad en dat was echt zo fucking pijnlijk dat ik gewoon keihard heb gejankt. Ik had dus blijkbaar een grote litteken bij mijn baarmoederhals of zo. En dat heeft hij met zo'n naald of zo weggehaald, maar zonder verdoving of wat dan ook. En ik ben gewoon helemaal dood gegaan, ik ben helemaal verstreed nu. Maar goed, aan de andere kant was het ook... best snel voorbij, dus dat is het goede ervan. We gaan nu naar een hotel. Dan kan ik even uitrusten, daarna gaan we even eten. Ik heb dus hysteroscopie gehad. En dat was bij mij heel erg pijnlijk, want ik had blijkbaar een litteken. En die hebben ze een soort van weggehaald, denk ik. Ze hebben een beetje ruimte gemaakt, zodat bij de transfer alles wel goed lukt. En hebben ze adviezen bijgeschreven. Proeftransfer re-interium niet langs links gaan is een crypte. Als proeftransfer niet lukt, correctie onder sedatie. Ze hebben eigenlijk erbij geschreven hoe ze nu erin kunnen gaan, letterlijk. Voor de arts die dus de transfer gaat doen. Hmm. Want de vorige keer gingen ze dus letterlijk tegen mijn litteken aan. En dat is wat hij zei, dat was niet de bedoeling. En daarom had ik pijn. Hmm. En ik dacht, die pijn hoort erbij. Totdat mijn arts dus belde, ik heb daar trouwens een fragment van aan de telefoon. Mm. En die vertelde me dat het niet normaal is om pijn te hebben, zeg maar, na de transfer. Oké, okay, een beetje gevoelig, maar ik had wel echt, gewoon echt pijn. Maar ik dacht, ik lig gewoon 4 dagen plat en dan is het oké, okay, maar... Jij dus... dacht dat de pijn erbij hoorde? Ja, want het was mijn eerste keer, hoe moet ik het nou weten? Ja, ik schrok oprecht toen jij, zeg maar, huilend naar buiten kwam. Dacht ik van, yo, what the fuck? Zeg maar, ik dacht echt, vandaag is gewoon zo'n... Jij zei ook tegen mij, is kleine afspraak, ja, niks. Maar dat zeiden ze tegen mij. Ze zeiden tegen mij... Ja, je bent zo klaar. Een kleine ingreep. Ja, tenminste, niet eens een ingreep. Het was als consult bedoeld. Mm. En toen kwam ik daar. Toen moest ik dus dat pakje aan. Dat heb ik ook gefilmd. Pakje, mus, weet ik veel. Toen dacht ik, oh, dat ziet er wel een beetje officieel uit. Toen kwam ik in een soort van operatiekamer. Ja. Toen dacht ik, oké. Okay. En toen zag ik zo'n grote naald. Toen dacht ik, oh. Als je, zeg maar, die hele ervaring, hè, zeg maar, vanaf het begin tot nu. Mm. Kort moet omschrijven, zeg maar, hoe vind je het zelf verlopen? Los van het feit dat het niet is gelukt, maar zeg maar gewoon qua gevoel. Als je het moeilijk vindt om over te kappen ermee, hoor. Ja, ik ben nu niet in orde, maar het gaat bij mij helemaal goed. Ik ben nu eventjes van streek, dus ik vind het niet zo'n goed moment. Ja, oké, okay, snap het. Ik nu kan wel, het is heel heftig, maar ik vind het niet heftig. Ik vind het nu even moeilijk. Oké. Okay. Dus ik wil nu niet over mijn emoties praten. Trouw van jou. Dit was kut, ja. Gewoon even de situatie was gewoon kut. Alles, maar ook met jouw werk en zo. Ja. Niet alleen die hele, gewoon alles ging gewoon fout vandaag. En dan ook nog opeens pijn en alles is een beetje anders dan ik dacht dat het ging gebeuren. Maar het is gewoon, zeg maar, niet erg om daarover te praten. Of als je, zeg maar, ook moet je janken en je bent boos of wat dan ook. Oké, maar ik wil me nu ook even overheen zeggen, want ik wil ook een leuke dag hebben. En dat is nu loopt het te lang door. Doe normaal. Wil toch een leuke doken of niet? Met spannende opbouw. Oh, spannend. Ik ben de man in deze situatie. Mijn mannen worden buiten gesloten. Ik zag net een man buiten wachten. Toen dacht ik, ja, dat ben ik straks. Ja, dat was het. Dat is echt zielig. We mogen er nooit bij zijn. Maar goed. Ja, maar wij zijn weer alleen. Ja, iedereen is alleen. Dat is toch niet leuk? Je wilt er toch bij zijn? Meneer, mag ik hem nu niet hier binnenlaten? Moet ik spullen van jou mee of iets? Oh, dat kan ik hier ook achterlaten of niet? Ik kan het hier gewoon achterlaten. Ja, dat komt wel goed. Succes. Ja, ja. Mirjam is momenteel binnen. Ze is net opgeroepen om het kamertje in te gaan. En ze gaan nu de terugplaatsing doen. En
Ik moet wachten. Ik ben lekker fit. Ben je fit? Ja. Oh, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ik ben echt heel blij. Ik ben blij dat je fit bent. Ik was ook blij met mijn arts. Hij was daar. Ja. Toen ging ik zo'n proeftransfer weer doen. Ja. En toen ging ze gelijk al, toen ze er al goed in zat, ja, ging ze pas de endoscopie doen. Oh, dus het is goed gegaan. Ja. En je voelt je goed. Ik voel me heel anders dan de vorige keer. Weet je, dat vorige keer liep ik echt zo. Ja, toen liep je echt niet goed. Zo, toen had ik helemaal kapot. En nu is het gewoon goed. Ja. Ja, ik voel me echt oprecht beter. Gaan we nu lekker vereten? Ik ben heel blij, want je bent heel positief eruit gekomen. Ja. En dat vind ik echt goed. Ja, ik voel me oprecht beter dan vorige keer. Vorige keer was ik echt, ik had zoveel pijn, weet je niet. I know. Vorige keer was het echt een stipje. Ja. Nu was het echt zo'n beetje lang. En het was echt zo, het blonk echt. Echt? Ze zei, oh, dan heb je diamantje. Oh, diamantje. Ja, alsjeblieft, kom bellen. Nee, vorige keer bellen was het ook na 2 dagen. Helemaal niet, dezelfde avond. Wat doe dan? Dan is het toch al resultaat? Nee, ik heb expres niet gebeld. En heb ik tegen jou gezegd, moet ik haar bellen of niet? En nu ga je opeens lopen filmen. Dit is voor ons, om terug te kijken. Mijn... Wat is dit? Dit is vies. Ik heb hier weer bij. Heb je nou zo'n vieze? Gafverdamme! Wat ben je? Dat was het. Dit is van mijn koffer van Istanbul. En waarom ben je opeens helemaal zenuwachtig? Een kleren uitgehouden die vies zijn. Ik ben gewoon zenuwachtig. Waarom zou je niet bellen als ze het misschien weet? Maar niet, ik wil... Als het niet zo is, dan is het toch ook goed? Dan weten we het tenminste. Wat ben jij aan het doen? Je bent helemaal een dramaserie aan het filmen. Het is een Turkse dramaserie. Het is een Turkse drama. Ik ben gewoon zenuwachtig. Alsjeblieft, je kan gewoon bellen. Ja, maar kijk, jij hebt mij zenuwachtig gemaakt en nu moet ik bellen. Het maakt niet uit. Kijk, het resultaat, we zijn al 1 keer teruggesteld. Het boeit niet meer. We gaan toch op vakantie. Dat is gewoon leuk. Maar we moeten het toch gewoon weten. Ja, maar ik ben nu helemaal zenuwachtig in mijn ademhaling. Dat is niet echt goed voor je zenuwachtige ademhaling. Jalla. Ik heb niet eens mijn ademhaling onder orde. En dat heeft het nog spannender gemaakt. Nee, alsjeblieft. Ik durf niet. Oké, dus we hebben eerst terugplaatsing gehad. We hebben operaties gehad. We hebben zeg maar zoveel dingen meegemaakt. En toen na de tweede terugplaatsing hadden we weer negatief resultaat. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat die tweede naar mijn gevoel meer... ik wil niet zeggen pijn deed, maar ik weet niet. Impact. Hij had wel meer impact dan zeg maar bij de eerste. Omdat bij de eerste, weet je, je zit nog met vol hoop erin. Ja. En je denkt van oké. Bij de tweede denk je, hé, alweer niet. Ja man, domme. Weet je, we hebben zoveel shit meegemaakt door die operaties. Mm. Dat was echt een domper zeg maar. Maar het was ook echt dat we ons allebei niet zo goed voelden. Hè? Dat was, nee, klopt. Met die coronaperiode, we waren best wel down. En ja. Het ging eigenlijk niet per se om ons kinderwens dat we down waren. Maar er waren gewoon heel veel persoonlijke dingen. En we hadden ook wel gezamenlijk besloten hierna. Mm-hmm. Om even een pauze te nemen, even op vakantie gaan, even onze gedachten zeg maar niet op, oh, we moeten een kind hebben en we moeten dit zeg maar, want het was zo, ja, gewoon deprimerend zeg maar op den duur. Maar ook echt zo obsessief bezig. Hè, ja. En dat wou ik ook echt niet meer, maar ik moet eerlijk zeggen, de half jaar daarna heb ik echt als chill ervaren. Ik was er totaal niet meer bezig, want ja, ik hoefde niet te prikken, ik zat niet aan de hormonen, ik hoefde niet naar ziekenhuizen, ik had geen artsen om me heen. Ik was er totaal niet mee bezig. Ik zat zo erg in die flow van niet ermee bezig zijn. Ja. Dat op een gegeven moment jij ermee kwam van... Wordt het niet tijd om misschien weer... We hebben nog een embryo. Gaan we daar nog wat mee doen? En ik dacht van, wil je dat nou echt weer doen? Ik zat helemaal in mijn eigen ding. Ik was denk ik ondertussen 6 keer op vakantie geweest. Yeah. Ik was echt vaak weg geweest. Ja. Dat heb je trouwens ook niet verteld. Dat zeg maar nog voor IVF werd alles. Je hebt acupunctuur gedaan. Gedaan, jongen. Je hebt zoveel shit gedaan. Voor een baby. Ik heb echt de gekste shit gedaan om zwanger te raken. Maar ik moet eerlijk zeggen, het was nooit gelukt eigenlijk. Nee. Want ik had een operatie nodig. Oh, fashion girl. Oh. Grape. Je weet waarom, maar altijd als je... Ja. Yeah. Altijd als je zo'n zonnebril op hebt, bij deze outfit lijkt je op een Amerikaan. Oh, net zo. Ik heb echt niet geslapen. Nee. Toch nee, ik vraag aan jou. Waarom heb ik kut geslapen dan? Bioritme kapot. Ja, onze nachtritme is echt kapot. Wij zijn nachtdieren geworden. Oh man. Ik denk dat we 2 uur hebben geslapen of zo totaal. Nou, iets langer, ik denk 3-4. Oh. Maar ik ging om 4:30 volgens mij echt pas slapen. Oh. En 9 uur ging de wekker alweer. Hé? Hey? Guys, ik moet dit nu helemaal opdrinken, want ik moet een volle blaas hebben. Zo slecht in leven. Maar we gaan het doen. Ik heb nog 10 minuten.
daar moet ik ook. Drinkity brinkity. Oh yeah. Dit is zeg maar wel de eerste keer dat we echt totaal, ja, hoe zeg je, niet ermee bezig zijn. Dat is beetje, maar gewoon echt totaal niet zoals de vorige keren. We laten het gewoon echt op ons afkomen. En we hebben gisteravond ook echt gewoon genoten. We hebben echt gechilled, hè? Tot laat gewoon buiten gezeten, gechilled. En nou, nu hebben we echt... Maar waarom voelt het dit keer anders dan? Want ja, het is niet de eerste keer. Dat is waar. En ja, ik weet niet, we er niet zo heel erg mee bezig zijn. We laten gewoon echt op ons afkomen. Ik weet niet, ik denk dat het misschien beter is als je ook niet heel erg mee bezig houdt. Dat zeggen ze ook, hè? Zo een beetje helemaal obsessief bent, met je behandeling. Ja. Gaat de tijd ook wat sneller, minder snel erbij. Plus, ik moet hierna nog 2 weken wachten op uitslag. Als ik er elke dag mee bezig ga zijn, dan komt het ook niet goed. Je mag helemaal doorlopen tot de andere kant. Ja. Ja. Nog maar net. Rustig. Goed, even kijken. Hè. Dus we hadden 2 embryo's waren ingevroren. Ja. Hebben we er al eens eentje van ontdooid. Dus nu hadden we nog eentje hier. Hebben we ontdooid, heeft het 100% overleefd. Dus helemaal top. Goed. Ziet er ook goed uit, dus gaan we zeker terugplaatsen. Top. Ja. Maar hij gaat het wel moeten doen, want ik heb er geen meer ingevroren natuurlijk. Ja. Dus ik kan ze niet blijven. Dat is de nooitste. Ja, voilà, zo is het. Dus, maar... Nee, ik zeg het, hij ziet er goed uit, dus de alle kanten. Dat is onze laatste strijder, zeg maar. Ja, zo is het, hè. Voilà. Dan ga ik een kribbelje zetten. Morgen ga ik ook een handtekeningetje zetten, dat ik jullie uitgelegd heb dat we het eentje gaan terugplaatsen. We gaan deze vrij, dus daar kunnen we naar toe. Ja. Ik volg hem. Nou, dit is onze allerlaatste strijder. Daar is de jongens. Kom op jongen, je kan het. Kom op. De enige. Hij is de enige die de hoofdrol heeft in alles. Er zijn hier gewoon mensen zo hiernaast. En hij loopt tegen zijn straat. Dit is jouw laatste embryo. Hij loopt hier tegenaan te schreeuwen. Heb je er wat tegen te zeggen? Hij ziet er wel anders uit dan de rest. Hij ziet er sterker uit. Misschien is dit hem wel. Geef een speech jongen, zeg dat. Dat was wat langer, hè? Dit is wat dikker. Een beetje dikke baby. Wanneer dit al te vaak heeft gedaan. Dat boeit niet meer. Die man zei, een totaal van 2 embryo's werden ingevroren, maar van zijn 3. Dat denk ik ook. En dit is al de 3e. Was het? Wil je nog een laatste embryo dansje doen? Tot zo, Annie. Kom maar, jij niet eens een wc. Als je graag gaat, dan ga je maar eerst naar het toilet. Ja, kom je zo dadelijk verder. Oké. Okay. Is goed. Dankjewel. Heel veel succes in de avond. Dankjewel. Het ging heel snel en valt omdat ik volle blaas had. En nu ga ik plassen. Ik heb deze ook. Doe het bedekken, hè? Daar. Het ging snel en vlot dankzij de volle blaas. Let's go. Kom op. Laatste embryo, de laatste strijder, let's go man. Heel goed, ja? Vooral door mijn volle blaas, ik kreeg complimenten erdoor. Oh, love it. En nu gaan we bloed prikken voor de progesteron. Hebben we eerlijk gezegd eerder niet gedaan, dus nee. Ik snap niet goed waarom opeens vandaag wel. Maar ik moet bloed prikken en dan moet ik even kijken of mijn medicatie moet worden aangepast of niet. Want ik slik natuurlijk medicatie, ik ben nog hartstikke gek. Helemaal onder de hormonen. Helemaal kapot. Helemaal... Maar ik slik medicatie. Voelde het vandaag anders dan normaal? Wat bedoel je? Ja, ik weet niet. Gewoon qua gevoel hoe je erin zit. Het gaat vlot, zeg maar. De eerste keer was het echt kut. Ja. Maar er was een reden voor. Ja. En nu weten ze dus bij mij hoe ze het erin moeten brengen. En de tweede keer ging ook goed, maar ik voelde het alsnog wel een beetje. Ja. En nu voel ik niks meer. Dus dat is een heel goed teken. Maar is dat zeg maar... dat je denkt dat je zo moet lopen, omdat je denkt van ja, ik wil niet... Ik heb het gevoel alsof ik nog niet flexibel ben ofzo. Alsof van ik wil niks laten vallen. Dus, oh ja, ik moest dus heel erg nodig plassen toen ik daar was, maar ik mocht van tevoren niet plassen vanwege de volle blaas. Ja. Maar je mag daarna dus wel gewoon gelijk plassen, want heel veel vrouwen zijn dus bang dat ze het eruit gaan druk. Verliezen terwijl ze plassen. Oh, dat kan maar niet. Het zit letterlijk in je baarmoeder en het zit ook nog zeg maar veilig vast, dat hebben ze me helemaal uitgelegd. Ja. Maar er was dus, zij heeft een keer een patiënt gehad, ja. Die dan echt heel bang was om te plassen. En vroeger
Oh, stel even mijn arts komt. Vroeger moest je dus een dag overnachten als je een terugplaatsing had gehad. Echt? In het ziekenhuis. Ja, dat vertelden ze me. Was het zo heftig? Ja. En dan, er was één vrouw en die moest dus heel de tijd plassen. Maar zij zei dat ze dus had gevraagd om haar plas te zeven, mocht er iets uit. Dat ze zo gek was, je moet mijn plas zeven. Zeven? Omdat ze zo bang was. Mijn arts vroeg aan mij van, wil jij een bloedonderzoek op die dag? Want je moet altijd op de dag dat je zeg maar over tijd was, een bloedonderzoek doen. En dan krijg je eigenlijk gewoon volgende dag resultaat. Maar ik wou dat niet meer. Ik wou niet de volgende dag gebeld worden van, je bent niet zwanger. Ik zeg, ja. Ik wil dat niet meer. Ik wil het niet meer horen. Ik wacht het gewoon af. Ik wacht gewoon. En ik denk dat ik al 5 dagen over tijd was. Guys, ik heb een zwanger getest. Oh, ik kan niet meer praten. Ik heb een zwangerschapstest gedaan. Het is positief. En ik wou hem echt op een heel aparte manier verrassen. Maar het duurde bij ons echt zo lang. Hij is nu aan het parkeren. En ik ga het gewoon zo op deze manier doen. Hij komt thuis. Ik ga zeggen dat hij zijn ogen dicht moet doen en dan geef ik hem iets in de hand wat heel speciaal is voor ons. En waar we eigenlijk de afgelopen 2-3 jaar letterlijk mee hebben geslapen. Want we hebben het gekregen van een vrouw uit Turkije. Het zijn eigenlijk babysokjes die ze zelf had gemaakt. En ik slaap er letterlijk 2-3 jaar mee onder mijn kussen, zodat onze droom uitkomt. En ik ga die sokjes zo in zijn hand geven. Ik wil je ogen niet. Ik wil echt eens de hond opzetten. Ja. Ik kon ook niet meer langer wachten. Ik kon echt niet meer langer wachten. Ik dacht, ik ga die mocht lopen van mij. Yes, yes. Oh mijn god. Oh, ik kon echt niet meer wachten. Ik moest dit niet zo op nog genieten, man. Oh mijn god, ik ben zo blij. Ik ben echt serieus. Ik heb een zwangerschapstest gedaan en hij was zo fucking duidelijk. Ik hoefde niet te wachten. Het is gewoon dikste wat ik nog nooit gehad in mijn leven. Oh mijn god. Oh, ik kan het echt niet geloven. Oh, ik ben zo blij, Mimi. Ik ben zo blij. Waarom haal je zo? Ik ben zo blij. Oh mijn god. Holla, ik heb gebeden vanochtend voor dit. Holla, ik heb gebeden voor dit. Ik zweer het op alles. Ik zie letterlijk al bijna 3 jaar meer slaap. Oh mijn god. Je moet dus 2 strepen zien. En bij mij was die hier altijd leeg. Er was nooit een streep te zien. Oh, ik kan het niet geloven. En hij was zo snel. Ik wist het nog, maar hij werd al helemaal. Oh god. Nou. Holle, ik zweer, ik heb vanochtend gebeden hiervoor. Ik zei, alsjeblieft, God, laat het vandaag alsjeblieft. Ik weet niet waarom, ik had dit keer al het gevoel dat jij wist dat ik zwanger was of zo. Ik weet niet, ik had gewoon een positieve vibe. Ja. Ook met jou, zeg maar. Ik weet niet, jij gedraagt die ook anders. Er staat hier 2-3. Dat betekent dat ik 2-3 weken geleden ben bevrucht. Dat klopt, met mijn cryo. Maar ik ben dus nu 4 of 5 weken zwanger. Yes. Oh, deze man sport echt niet meer. Ik ben nog selfies aan het maken. Laat mij met rust. Laat mij gelukkig zijn, alsjeblieft, ja? Ik heb 3 polaroids gemaakt. Selfies met dit. Dina, kom. Ben je broertje en zusje binnenkort? Kom. Oh my god. Ga er maar bij. Ga maar liggen hier. Als een model moet je liggen. Ja. Kijk eens. Ja, dat is. Nu begrijp ik wel echt die zin van iedereen van, joh, je neemt geen kind, maar je krijgt het. Ja. Dat is echt, wordt echt heel dat is gewoon real shit gewoon, man. Oh, de belly. Oh. De fat belly. Mijn fat belly is nog. I love it.